Op 12 december vond de traditionele eindejaarsmarkt plaats in het atrium van Zorgplein Maaswaarde in Wijkenaalburg. We doen al een aantal jaren een kerstmarkt organiseren, een soort eindejaarsmarkt. En eigenlijk bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers om hun kerstattentie te geven. Ze hebben natuurlijk het hele jaar voor ons en voor de bewoners vooral hun best gedaan en gezorgd. En wij reiken eigenlijk het kerstgeschenk uit op deze manier. Ze komen bij ons nepgeld halen en dan staan hier in het atrium een heleboel middenstanders. En dan kunnen ze hun eigen kerstpakket samenstellen. Ook voor de bewoners is het een gezellige dag. Bewoners komen hier langs, komen even kijken. Er is contact, er is een praatje, er is levendigheid. Ontmoeten is eigenlijk ook een van de dingen die wij met deze activiteit willen bewerkstelligen. Ja, superleuk gewoon. Op de eindejaarsmarkt vinden veel lokale middenstanders een plekje. We proberen een beetje een doorsnee te maken door de middenstanders heen. Zodat iedereen een keer aan bod komt. Dus iedere keer de verschillende slager, de bloemist, de palingboer, de drogist, de supermarkt. En dan proberen we te wisselen zodat iedereen een keer aan de beurt komt. Zodat we ook een keer iets voor hun terug kunnen doen. Het was heel de dag gezellig druk. We hebben in totaal zo'n 660 vrijwilligers en medewerkers die hier vandaag hun eindejaarsgeschenk komen halen. Dus ook leuk voor de middenstanders. Zorgplein Maaswaarde wenst u fijne feestdagen.